Op een zaterdagmiddag in Zeeland, in Burghaamsteden om precies te zijn. Sparta tegen A-agent. Of A-agent tegen Sparta, zo u wilt. Trainer Henk Vrezen zegt dat Abdou Haroui ontbreekt, omdat hij bezig is met een transfer. De technisch directeur zegt dat Haroui ontbreekt, omdat hij nog niet helemaal fit is. Hoe dan ook, een overtreding van Jafar Bainou na een kwartiertje spelen op Gianni Bruno. De scheidsrechter ziet er een strafschop in en achter de bal Tariq Tissoudali. Hij opent de score. Madouke Okoye voor het eerst weer onder de lat bij Sparta. Hij kan er net niet genoeg bij. 1-0 dus. Na 24 minuten. Slordig. Michael Heijlen. En de Belgen combineren lekker en komen terecht op een 2-0 voorsprong. Gianni Bruno opnieuw betrokken bij een doelpunt. Dit keer als de maker ervan. Kansloos Madouke Okoye. Die gelukkig nog voor Sparta onder de lat staat op het kasteel. Lennarty. Een paar minuten na de 2-0. Mijnans met de voorzet. Tenminste, dat dacht hij. Vadis Ojija krijgt de bal. Ja, toch wat ongelukkig tegen de arm. Scheidsrechter zegt, dat is een strafschop. Lennarty weet daar wel raad mee. De clubtopscorer doet wat terug. Namens de nummer 8 van de Eredivisie. Wie had dat gedacht, dat we dat nog eens ooit zouden zeggen over Sparta. De nummer 8 van de Eredivisie van het afgelopen seizoen. Na een uur spelen, veel wissels. In totaal zouden er 10 nieuwe spelers het veld inkomen. Waaronder deze Emmanuel Emega. Onthoud die naam, Emmanuel Emega. Een talent met doorzettingsvermogen, want dit is de schitterende gelijkmaker. De man die vorige week in het oefenduel met Heracles ook al 2 keer raakschoot, solliciteert nadrukkelijk naar een basisplaats. Wat een heerlijke goal. Wat een heerlijke doordouwer is die Emmanuel Emega. Sparta speelt met rouwbanden ter nagedachtenis aan het overleden erelid Beb Jeurend. En diezelfde Emmanuel Emega bedient nu Jeremy Udenhout. Weer zo'n talent uit de Sparta-opleiding. En die Udenhout denkt 10 minuten voor tijd Sparta-agent of agent Sparta te beslissen. Want het is 3-2 voor de Hollanders. Maar helaas blijft het daar niet bij. Goede combinatie op de kop van de 16. Want dit is Vadis Ojija. Goede combinatie met Malede. En op de rand van de 16 haalt hij uit voor de mooiste van de middag. Vadis Ojija. Wat een schitterende goal. Dat moet eerlijk gezegd worden. En daarmee komt een einde aan de Belgisch-Hollandse ontmoeting. En de wedstrijd eindigt in evenwicht. 3-3.